Welkom bij de Game Contenters. Hallo beste kijkers op deze fraaie dag naast de Amsterdamse Bijlmer, waar we alvast een plekje hebben opgezocht, helemaal bovenin de Johan Cruijff Arena, wachtend op de aftrap hier. Het is Jeroen en mijzelf een eer om vandaag het commentaar te mogen leveren bij deze wedstrijd. En over enkele ogenblikken begint deze wedstrijd in onze eigen Eredivisie. Deze wedstrijd wil je niet missen. Ja, wij zijn natuurlijk liefhebbers en zie het. Het maakt niet uit welke wedstrijd het is. Het is gewoon altijd fijn om erbij aanwezig te zijn. En volgens mij geldt dat ook voor de spelers. Die gaan er iets bijzonders van maken. Vandaag stuurt de coach van Ajax deze elf het veld op. De trainer heeft voor een 4-3-3 opstelling gekozen vandaag. Dit systeem zie je in Nederland wel vaker. Met echte klassieke buitenspelers. Je weet wel. Buitenom passeren, achterlijn halen en dan de bal voorzetten. En de aanval van Ajax. Van dichtbij. Keeper rent en het spel gaat door. Nou, en dit moet je maar durven. Ja, en op de tribune zijn ze niet blij met die beslissing. De mensen zijn ervan overtuigd dat het een strafschop was. Een mislukte paas. Ja. Je kan niet anders zeggen. Zo in de voeten van de tegenstander. Al vroeg in het duel een overtreding. Misschien wel een gele kaart waard. Een vroege voorzet in het 16 meter gebied. Het is toch een schitterende kans. Zo'n kopbal van dichtbij. Maar hij werkt hem naast het doel. Ik tel hem al. Ik dacht dat hij deze wel erin zou leggen. Zonde zeg van deze mogelijkheid. Is alweer even aan de bal. Ruimte hier voor een voorzet. Gevaar geneutraliseerd met die actie. Davy Klaassen. Goede tackle op de eigen helft. De bal is weer in bezit. De speler wordt geholpen. Ach nee, het begon erop te lijken, maar ze raken de bal kwijt. Lekkere steekpaas. De keeper staat goed op te letten, die haalt die steekpaas eruit. Balbezit naar de tegenstander. Hij laat de tegenstander achter zich. Een schot voor de voorsprong. En zo'n kans moet er gewoon in. Zeker. Helemaal met je eens. Van zo dichtbij moet dat eigenlijk een uitgemaakte zaak zijn. Ja. Deze doelman die staat er niet voor niets. Hè. Die kan wel wat. Redding. Bal nog binnen de lijn. Ze ruimen de bal op voordat hij kon schieten. Dusan Tadic. Hij moet zich helemaal uitrekken om die redding te maken. De bal komt voor het doel. Hij kan er nog wel bij, maar staat er veel onder druk hier. Een aanvallende actie van Deli Blind. Want ja, dat kan niet hier. En hij is er door. En het gevaar is weg. De doelman houdt de inzet van dichtbij tegen. Ja. En dat doet die keeper toch heel knap. Echt petje af. Halfslachtige poging om de bal weg te werken. Daar verovert hij de bal. Nou, je ziet het hè. Ze creëren heel wat kansen, maar ze doen er zo weinig mee. Als je op deze manier afrondt, dan scoor je nooit. Nusair Mazraoui. Ryan Gravenberg. Sebastien Haller. Gevaarlijke steekpaas. De steekbal wordt geneutraliseerd voordat hij serieus voor gevaar kan zorgen.
steun van zijn teamgenoten voor Berghuis. En Berghuis voorbij zijn man. Een voorzet wordt gegeven. No problem. Geen probleem voor de doelman. Lasse Schöne. Zit de scheidsrechter er hier niet naast? Hij geeft buitenspel, maar het lijkt er niet op. Deli Blind. Hij zit er sterk tussen en heeft de bal. Daar gaat Blind. Ja, dit kan nog wel eens gevaarlijk worden. En die bal is weg. Een kans op een counter. Hij weet te voorkomen dat de paas zijn eindstation bereikt. Deli Blind. Aan de zijkant ruimte voor Tadic. Mooi moment om de bal voor te zetten. Nog een minuutje extra speeltijd. We gaan de rust in met een 0-0 tussenstand. Tussenstand 0-0, oké. Het team maakt een goede indruk. Het is best wel pittig. En de scheidsrechter fluit. De tweede helft is begonnen. Wat gaat hij hiermee doen? Martinez weet de bal af te pakken. En nu snel schakelen voor de counter. Die is voor de doelman. Maakt een mooie onderschepping bij die paas. Hij laat de tegenstander achter zich. Een schot voor de voorsprong. Een prachtige uithaal. Oh, wat mooi. En die bal ligt in het net. Fantastische volley. Ja, te streven voor het Rijksmuseum. Het begint natuurlijk allemaal met een efficiënte actie. Niets op af te dingen. En dan Tadic, ja. Die doet dat heel knap, hoor. Formidabel, deze geplaatste volley. De doelpunt is gemaakt. De stand is 1-0. En nummer 10, Dusan Tadic. Steek die bal maar door. Nee, dit strandt hier. Ze zullen het opnieuw moeten proberen. Steven Berghuis. Ruimte op de vleugel om de bal voor te zetten. Tadic! Tadic moet deze maken! Zo'n kans moet je ook benutten als je al voor staat. Ze laten het echt wel liggen hier, hoor. Hij moet zelf maar gaan liggen. Dit was de ideale mogelijkheid om er 2 voor te komen. Lekkere steekpaas. Schot tegengehouden door de keeper. Hoekschop komt voor. Goed verdedigd en dan gaat die kopbal de verkeerde kant op. Hij weet die paas te onderscheppen. Goed opgelet. Het andere team weer aan de bal. Ze staan nog steeds achter. Maar laten de bal rustig rondgaan. Gestrand. En de tegenstander nu met het balbezit.
Baas wordt eruit gehaald. Ze vechten om de bal. Scoor nu 5 seizoenskaarten voor de prijs van 4. Jawel, 5 halen, 4. Oh, weet hij goed onderscheppen, goed opgesteld. Sebastien Haller. En die bal is voorlopig weg. Dusan Tadic. Voorgegeven richting tweede paal. Toch iets te veel richting de doelman. En daarmee is die voorzet onschadelijk gemaakt. Lasse Schöne. In de richting van de 16. Nee, aanval stuk gelopen. Ze houden de bal niet in de ploeg. Ja, gevaarlijke steekbal. Ja, wie houdt hem tegen? Bal gered. Spel loopt verder. Uitstekend verdedigd hier. Schotkans verijdeld. Davy Klaassen. Hij pakt die bal op eigen speelhelft. En ze hebben de bal weer terug. Is alweer even aan de bal. Van richting veranderd. Uit. Ja, dan is het een inworp. En de bal is voor hen. 8 minuten nog op de klok. De tijd dringt. Ja, en tot zover het balbezit alweer. Kijk, dat is goed onderschept. Nog 5 minuten te spelen en daarin moeten ze de voorsprong vasthouden. En een eenvoudig blok. Ja, zo'n bal volley nemen is natuurlijk niet gemakkelijk. Ja, dat zie je ook hier weer. Ja, het is een kwestie van techniek, timing en uiteindelijk ook geluk. Davy Klaassen. Gevaarlijke poogbal in de loop gespeeld. Kans op een schot, maar goed weggewerkt. Speelt de bal rechtstreeks naar de tegenpartij. Dank u. Nog 2 minuten extra speeltijd. Hij speelt hem slim. Sébastien Haller. Hij zit. Doelpunt voor Ajax. Het lijkt achterloos, maar het is zo subtiel, hè? Die steekpaas, ja, dat is echt om van te genieten. En daarmee wordt de goal gecreëerd. Wat een mooie actie, zeg, van die speler. Hij creëert eigenlijk zelf de kans met die uitbraak. Voor de verdedigers geen kans om hem af te stoppen. En dan scoort hij uiteindelijk. Ja, afgelopen. De 3 punten zijn binnen voor Ajax. Nou, lekker gedaan hoor. Mooie uiteindelijk een verschil van... Dat was pittig. Ze hebben toch een aardig goede verdediging. Het was niet makkelijk.